En je kijkt vandaag naar de allereerste Action Makeover. Wij gaan de komende maanden elke maand iemand verrassen met dus een hele mooie makeover. Op ons kanaal Endless Weekend zijn we ook wel eens bezig met makeovers en dingen decoreren. Mm-hmm. Vandaag staan we voor het huis van Andrea en ze heeft een heel bijzonder verhaal. Zij is namelijk de moeder van heel veel pleegkinderen. Aan de kerst komt eraan en ze wil heel graag de kinderen in de watten leggen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we voor haar kunnen betekenen. Ik vind het een beetje spannend. Hallo! Hey. Goedemorgen, hoi, goedemorgen Andrea. Hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Andrea, hallo. Fijn jullie bang voor hondjes? Nee, helemaal niet. Dankjewel. Fijn, nu bang voor hondjes? Nee, hoor. Een heleboel daar vonden. Nee, we staan nu natuurlijk op het favoriete plekje van ons huis. Ja, want iedereen bent gelijk op de kachel af. En vooral als het zo koud is als nu. Nou ja, zelf vanaf de stoelen kan je het zien. We leggen vaak matrassen en dekens neer als we filmavond hebben. Echt super gezellig huis, heel veel plekjes om te zitten. Dus ik snap dat hier inderdaad heel veel kids gewoon lekker kunnen chillen. En ontspannen. Ik ben heel erg benieuwd ook naar de keuken en de eettafel. Ja, deze tafel hebben we zelf laten maken. En als wij met 8 aan tafel zitten, dan hebben we eigenlijk zoiets van het is nutteloos dat we aan tafel zitten. Mensen op de bank kunnen eten, zo weinig. Ben je nog met 8? Ja, dat voor ons is dat heel weinig. Nou, allereerst wat leuk dat we hier mogen zijn. Wij hebben te horen gekregen dat jullie een pleeggezin vormen. En daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van af. Dus we zijn eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe is dat? Ja, hoe is dat? Dat is ons leven, ons gezin, onze familie. En die hebben wij uitgebreid met een heel aantal kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Naast onze eigen 4 kinderen hebben wij een heel aantal pleegkinderen die, als het kan, voor langere tijd bij ons wonen. Dat klinkt echt super bijzonder. En ook wel als heel veel werk, kan ik me voorstellen. Nou, ik heb vooral heel veel was. Ja. Mensen zeggen altijd, oh wat lijkt ons het koken vervelend voor zoveel mensen. Maar dat vinden wij niet. Enkel het aardappelschillen als je een goede stampot wil eten. Heb je 3 tot 5 kilo nodig, dus daar ben je wel eventjes mee bezig. Hoe zit dat met de boodschappen die allemaal moeten worden gekocht? De deodorants en dergelijke. Ja, ik ga eigenlijk elke week 1 of 2 keer naar de Action. Want doordat we daar veel spullen kunnen kopen van aanmerken bijvoorbeeld, maar ook van dingen die in de mode zijn als Fortnite of LOL voor de meisjes. Daardoor kunnen wij gewoon meedoen. En daardoor kunnen we de kinderen ook meer geven dan dat we anders misschien zouden kunnen doen. Ja. Dus ik ben wel echt fan van de Action. Nou, we zitten hier natuurlijk vandaag om te gaan kijken waar we jullie blij mee kunnen maken. We zouden heel graag een makeover willen geven voor de kinderen. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie graag zouden willen. Dus misschien is het een leuk idee om hier iets aan tafel te doen. Wij hopen ook met z'n allen echt te gaan dineren. Dus misschien een soort van over de top kerst. Dinertafel. Ja, klinkt zo. Ik heb heel veel zin om lekker te gaan shoppen. Ja, ik vind het super leuk dat we dus all out mogen gaan. Gewoon een lekkere, gekke, funky kerst. Ja, het mag een klein beetje fout ook zijn. Het mag een beetje fout, ja. Helemaal leuk. Ik denk dat het beginnen bij de basis wel heel erg handig is. Dus we zitten nu te kijken bij de tafelkleden. Dit tafellaken vind ik wel echt heel erg mooi. Lekkere lichte kleur, maar wel nog met een mooi goud draadje erin. Super veel leuke opties. Hier hebben we nog een andere. Ik vind deze echt fantastisch trouwens. Ja. En deze gaat volgens mij ook aan. Ja, hij is zeg maar over de top. En qua design past het ook best wel in een interieur. Dus ik vind het heel grappig. Ja, er is in ieder geval keuze genoeg. Trein, hier nog meer opties. Dat vind ik wel echt te gek. Deze gaat ook nog aan. Kijk dan, hoe leuk. Deze doet het ook, kijk. Oeh. Ja, dit is wel vet. Dit is heel leuk. Ik zie ook hier nep sneeuw. Kijk dan. Hoe groot is dit? Ik denk dat het een teken is. Dat we een village moeten gaan bouwen. Zo, we hebben echt heel veel inkopen gedaan. We hebben echt super veel spullen en tassen. We hebben eigenlijk gewoon de complete kerstcollectie van Action te pakken, volgens mij. We hebben dus in de tafel een heel mooi soort van dorp gemaakt. Inclusief een echte trein die rijdt met en zonder geluid. En je ziet allemaal leuke lichtjes in de huisjes en zo. Dus het is echt zo'n soort van mini verhaaltje. Zoals je kon zien hadden we in de winkel echt onwijs veel keuze. Dus het was echt heel erg van waar moeten we beginnen. Maar ik denk dat we echt een hele goede combinatie hebben gevonden van de spulletjes. Ja, we hebben echt een combinatie gemaakt van een beetje chic, maar ook wel heel erg speels, heel erg kermisachtig. Echt over de top. Ja, en ik ben echt heel erg blij met hoe ze uitziet. Ja. En ik ben heel erg tevreden. Ik ben heel trots eigenlijk. Nou, we zijn klaar met decoreren. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Zullen jullie klaar om te kijken? Zo schattig, kijk dit dan. Heel erg bedankt. Oh, dit vind ik echt leuk. Ja.
het is geslaagd. Het is echt heel leuk. Het is echt super mooi geworden. Wil ik alvast proosten op een heel vrolijk kerstfeest. Dit was de allereerste makeover. Wij horen ook nog heel graag wat jullie ervan vonden. Laat het eventjes achter in de reacties hier beneden. Abonneer je op dit YouTube kanaal, want komende maandag staat er weer een nieuwe video online. En volgende maand zijn wij weer terug met een nieuwe makeover. Tot dan! Doeg! Doei.